Claudia Marie-Caridan is per 1 juli 2017 benoemd tot algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ze neemt over van Antoine Brahim. Dit maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend in een persbericht. Redam, die al 20 jaar werkzaam is in het ziekenhuis, heeft verschillende leidinggevende functies bekleed. De afgelopen 6 jaren was zij financieel directeur. Brahim legde op 15 maart van dit jaar zijn functie om persoonlijke redenen neer. Redam nam het roer toen over als waarnemend algemeen directeur. Nu ze officieel is benoemd, verwacht het ministerie dat ze het ziekenhuis tot grotere hoogte zal brengen. Met de benoeming van Redan kent het ziekenhuis voor het eerst een vrouwelijke directeur.